De invloed die de darmflora op de ziekte van Parkinson heeft, dat is eigenlijk nog grotendeels onbekend. Dat weten we niet precies. Wat we wel weten is dat er een sterk vermoeden is dat de darmflora een bepaalde invloed heeft op de ziekte van Parkinson. En het belangrijkste bewijs hiervoor is gevonden in een studie gedaan bij muizen. Nu zijn muizen natuurlijk geen mensen, maar we kunnen bij muizen een aantal dingen doen die we bij mensen daarom ook niet kunnen doen. Zoals ze bijvoorbeeld opzettelijk ziek maken. Deze muizen die zijn zo genetisch geprogrammeerd dat ze Parkinson krijgen na een aantal weken. En wat we verder ook bij muizen kunnen doen, wat we niet bij mensen kunnen, is dat we deze muizen steriel kunnen laten opgroeien. Dus dan zijn ze nooit blootgesteld aan bacteriën en hebben ze dus ook geen darmflora. De bacteriën die normaal gesproken in de darm zouden zitten. Als we dat doen bij deze muizen die normaal gesproken Parkinson zouden krijgen, dan zien we dat de symptomen veel minder tot bijna niet eigenlijk voorkomen. Dus die darmflora die heeft daar ergens iets mee te maken. En de onderzoekers van deze studie die zijn nog een stapje verder gegaan. Die hebben bijvoorbeeld gekeken wat er gebeurt wanneer deze steriele muizen worden getransplanteerd met de ontlasting van gezonde mensen. Dus dat we eigenlijk een soort van mensendarmflora in die muizen transplanteren. En op het moment dat ze dat doen, dan zien ze dat die Parkinson-symptomen weer terugkomen. Eigenlijk net als voorheen, als wanneer die muizen niet steriel waren opgegroeid. Toen zijn ze nog één stapje verder gegaan en hebben ze ontlasting verzameld van Parkinson-patiënten. Hebben ze diezelfde steriele muizen hebben ze getransplanteerd met de ontlasting van Parkinson-patiënten. En toen bleek dat de symptomen veel eerder en ook nog veel ernstiger bij deze muizen voorkwamen. Dus dat geeft aan dat er ergens iets in die darmflora is wat mogelijk dat ziekteproces kan beïnvloeden, omdat die muizen dus zoveel zieker daar eigenlijk van werden.